Hallo, ik ben mevrouw Zingezang. En in het dorp waar ik vandaan kom, wordt er gezongen van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Welkom in ons zingend dorp. Maar omdat ik ook wel eens iets anders van de wereld wil zien, vertrek ik af en toe met mijn caravan en ga op zoek naar een plek ergens in de wereld om te toveren tot zingend dorp. Van zodra ik mijn caravan parkeer op de speelplaats, zet ik de hele school, al zingend natuurlijk, op zijn kop. Elke ochtend en middag na het belsignaal kom je mij ergens in de school tegen en oefen ik samen met de kinderen de liedjes van de flashmob in. Het zijn allemaal leuke, catchy nummers op maat van kinderen. In aanloop naar de Singing Village projectweek krijgt de school de uitdaging mee om op zoek te gaan naar leuke en vooral typische plekjes in de gemeente waar er gezongen kan worden. Nadat elke klasgroep zijn keuze heeft gemaakt, nodigen ze telkens een vereniging of de lokale bevolking uit om mee te komen zingen. Ikzelf ga telkens op zoek naar een geschikt lied bij elke plek. In de bloemenwinkel zingen we bijvoorbeeld I Like the Flowers, bij het meer een bootliedje uit Afrika en bij de bakker maken we al zingend en musicerend een belegd broodje. Ik vind het ook altijd super tof om meer te weten te komen van de plek waar ik te gast ben. Een van de hoogtepunten vind ik daarom het maken van een ode aan het dorp, of gemeente of stad. De overmeester reuzen, die stappen in de stoet, die stappen in de stoet, en brengen op de kermis, en brengen op de kermis. Nu ben ik toch benieuwd wat er zo speciaal is aan jouw gemeente. Hebben jullie een unieke traditie of een belangrijke geschiedkundige gebeurtenis? Misschien kennen jullie een bekende of minder bekende inwoner met een bijzonder verhaal. Laat het mij maar weten, want ik doe momenteel prospectie voor volgend schooljaar om te zien waar ik het beste Singing Village magie kan verspreiden. Het plan is om weer enkele weken vrij te nemen van mijn drukke zangcarrière hier bij ons in het dorp, om me op 5 bijzondere plekjes in Vlaanderen te laten uitnodigen. Na een hele week zingen kunnen we afsluiten met een toonmoment. Dat kan bijvoorbeeld een flashmob zijn op de markt of een echt zangevenement tijdens het schoolfeest. Samen met de inwoners van het dorp laat elke klas zijn stem horen. En zo schitteren groot en klein samen op het podium. Met heel veel blije gezichten als resultaat. Elke school die de uitdaging aangaat, krijgt tenslotte het Singing Village label. Voor een school met heel wat noten op zijn zang. Eén ding kan ik je alvast beloven. Er zal nog heel veel nageneuried worden, ook lang nadat ik alweer met mijn caravan vertrokken ben. Gaat jouw school de uitdaging aan? Laat me gauw wat weten. Tot ziens, mevrouw Zingezong.